Het Amazonewoud brandt en het woud wordt in hoog tempo gekapt. Ontelbare branden woeden in de poolbossen van Siberië. Hitte en droogte, record na record, wordt gebroken. De Sahara steekt de Middellandse Zee over en rukt op in Europa. De VN roept op bossen te planten en waarschuwt voor de grote droogte en voedseltekort. En wat doet Staatsbosbeheer? Hier in Schorrol wordt 30 hectare bos gekapt voor de wensnatuur van zandverstuivingen. Nieuwe woestijnduinen om alvast te wennen aan wat komen gaat? We zien hier in de Schorrolse duinen het leeuwenkuilbos dat tezamen met het Dr. van Steinbos over een maand gekapt is. Staatsbosbeheer doet gewillig mee aan de wereldwijde ontbossing en verwerkt al dat hout in de shredder voor zogenaamde CO2-neutrale biomassa die eenvoudigweg verstookt wordt. Bos weg, extra CO2 en geen nieuwe aanplant. De toename van CO2 blijft toenemen. Staatsbosbeheer zegt zelf dat het hier in Schorrol om maar 12% boskap gaat. Maar dat is enkel het getal voor dit jaar. De historie van satellietbeelden toont aan dat er al veel meer bos gekapt is. Terwijl ze nog altijd dezelfde subsidies van het Rijk krijgen, zijn ze nu een zelfstandig en commercieel kapbedrijf geworden met allerlei BV-constructies. Bovendien waren ze sinds 2000 vrijgesteld van de boswet herplant. De kosten van het nieuwe hoofdkantoor en de directeur die 2 ton meer verdient dan onze premier zijn niet de enige reden voor de nieuwe geldhonger. Er heerst een andere mentaliteit. Schorrol is geen uitzondering. In heel Nederland wordt enorm gekapt. Van 2001 tot 2017 was dat al 21.000 hectare. Dat zijn 32.000 voetbalvelden. Naast Staatsbosbeheer zijn ook andere natuurbeheerders gezwicht voor de lucratieve kapsubsidies. Elke boswandelaar zal erkennen dat het inmiddels niet meer mogelijk is een wandeling in een Nederlands bosgebied te maken zonder geconfronteerd te worden met kaalslag. Notabene voor de duidelijkheid, dit gebeurt naast de reguliere bosbouwkap. Er is geen landelijk beleid of overzicht. Beloofde heraanplant blijft ver achter. We zijn een klein land met percentueel het minste bos van Europa en we kappen percentueel zelfs meer dan in het Amazonewoud gekapt wordt. Ziet Staatsbosbeheer dan niet dat ze zich op termijn wegsaneren? Staatsbosbeheer verkoopt ook nog eens een keer veel bos aan de hoogste bieder. Hierbij gaat de gegarandeerde bestemming van natuurgebieden uiteraard verloren. Ze zeggen dat te doen om nieuwe kansgebieden waar wensnatuur gecreëerd gaat worden, daarvoor terug te willen kopen. Wensnatuur blijkt een zandverstuivingen en heidevlaktes, maar kennelijk geen bos. Op mooie PR-bordjes langs de wandelpaden in de voormalige weggekapte Staatsbosbeheerbossen valt te lezen: natuurherstel, creatie topnatuur, zichtlijnen creëren, dynamiek verbeteren, achterstallig onderhoud, biodiversiteit, verjongen, overlast verminderen, dunnen, historisch heidelandschap herstellen, exoten verwijderen, plekken om te zonnen voor reptielen. En natuurlijk de veiligheid, want bossen zijn gevaarlijk. Bomen kunnen zomaar omvallen of je kan er tegenaan rijden. Ook de waterstanden worden als argument gebruikt om bos te kappen. Bomen nemen te veel grondwater op. Een onzinnig argument, want de waterstanden worden door de waterbeheerders geregeld en bovendien vormen de bossen op het land juist dé elementaire schakel in de waterkringloop. Geen bossen, geen regen. Weinigen realiseren zich dat een boom voor het grootste gedeelte gematerialiseerde lucht is. De meeste vaste massa van een boom haalt hij niet uit de bodem, maar bestaat uit de koolstof van de CO2 uit de lucht. En hoe ouder en groter de boom, hoe meer opname van CO2. Biomassa is een charmant woord voor een compleet bos dat in de shredder tot een berg houtsnippers is gereduceerd en bedoeld is voor de stook. De CO2-neutraalheid van biomassa is de grootste zwendel rond het thema van klimaatoplossingen. Houtsnippers verbranden is 1,5 maal vervuilender dan steenkool en geeft zelfs 3 maal meer uitstoot dan gas. Het RIVM berekende dat verbranding van biomassa ook veel meer fijnstof geeft dan die van steenkool. De misleiding is dat door het neutraal te noemen, die uitstoot niet hoeft te worden meegeteld en er zo boekhoudkundig klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Zo van, ja, die CO2-uitstoot neemt wel toe, maar dat geeft niet, want de biomassa-verbranding telt niet mee. En dan halen we misschien nog net het klimaatakkoord.
Maar de uitstoot en verhoogde toename van CO2 is er wel degelijk. De papieren redenatie zou werken als er nergens anders kap plaatsvindt en er 30 jaar geleden genoeg extra bos was aangeplant. Maar er wordt zelfs nu, bij lange na, niet genoeg herplant. Er wordt ook beweerd dat voor biomassa enkel kruintakken en restafval in de shredder gaat. Maar ik was er persoonlijk getuige van dat dat niet zo is. De houtsnippers hadden dan veel stukken tak en bast moeten bevatten, maar ver weg het merendeel zijn blanke houtsnippers uit de stam. De essentaksterfte is ook een veelgehoord kapargument. Maar waarom er dan dennen, eiken, beuken, berken en andere bomen gekapt worden? De Universiteit van Wageningen adviseert juist niet te kappen, zodat de resistente bomen het voortbestaan van de es kunnen garanderen. Er wordt naast het CO2-neutraal argument ook geschermd met Natura 2000, de Europese regeling die biodiversiteit subsidieert. Meer zand, hagedissen is biodivers en is natuurwinst. Daarom mag er een heel bos gekapt worden en dat levert nog subsidie op ook. Dat bos wordt vervolgens in de shredder vermalen tot biomassa die verstookt wordt in de biomassacentrales van Vattenfall. En dat levert naast inkomen ook nog eens extra subsidie op. Het gaat om honderden miljoenen. De tientallen als paddenstoelen uit de grond schietende biomassacentrales van de Zweedse energiegigant Vattenfall zijn natuurlijk het werkelijke probleem. Die creëren de houtbehoefte, die zo groot is dat er naast het Nederlandse hout het merendeel notabene ook nog eens uit onder andere Canada geïmporteerd wordt. Dankjewel Vattenfall, dat is een fijne entree die je hier in Nederland maakt. Dit is dus allemaal mogelijk door het Europese CO2-beleid en de vermeende neutraliteit daarvan. De zandhagedis zal helaas geen CO2 opnemen. Het is een kwestie van biodiversiteit versus klimaat en dan is de urgentie die het klimaat heeft proportioneel toch echt van een veel grotere orde. Het belang van een paar extra zandhagedissen valt daarbij totaal in het niet. Het hele biodiversiteitsargument wordt dus misbruikt om de desastreuze houtstookbehoefte van ons nieuwe energiebedrijf te maskeren. Bosverbranden is voor het klimaat de grootste ramp. Het heet al volgens ecocide en gebeurt naast de brandende Amazonewouden nu dus ook in Nederland. Het lijkt me dat er niets anders op zit dan deze beleidsdwaling van politici, energieprofiteurs, bosverkwanselaars, subsidiegraaiers en zalvende PR-brallers te stoppen. Ik voel me misleid, bedrogen en afgezet. Oké, we staan hier bij de Schorelse bosje. Ik ga hem afzetten. Want de Staatsbosbeheer die wil dit allemaal kappen. En dat kun je dus niet toestaan. Ik ben van het Tropistische Art and Science Collective, dat ook wel kortweg Taskforce. Wij bezetten dit bos. Dit wordt in beslag genomen. Afgezet. Want we voelen ons ook afgezet. Staatsbosbeheer gaat dit kappen voor de ene zandhagedis die hier moet komen. En dan moet het allemaal zandverstuivingen worden. Niks daarvan. Daar zijn wij tegen. Kom mee, we gaan het hele bos afzetten. Komt u maar mee. Want het was deze zomer de warmste zomer ooit. De Sahara rukt op. Vanuit het zuiden bomen sterven van dorst, droogte. En wat gaat Staatsbosbeheer doen? Deze bomen kappen voor zandverstuivingen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Het tropisme zet dit bos af. Afgelopen. Over een maand. Weg. Helemaal weg. Gewoon gaat de shredder in. Wacht. Ja. Zal het hoor.